Hallo lieve mensen, welkom bij deze Engelenpoortboodschap van 6-6-2024. We gaan vandaag dus kijken wat er in het energetisch veld op deze Engelenpoordag naar voren gaat komen. Ook is er op 6-6 de maanenergie. Er zal nog een aparte reading van online gaan komen. Maar we gaan eens even uitsplitsen, hè? Want het 6-6 is natuurlijk die activatie, die opening. 6 is verantwoordelijk voor staat voor verantwoordelijkheid, stukje dienstbaarheid, maar ook wel familie, het stukje huis, tuin en samen zijn. In de tarot staat de 6 voor de lovers. Ook Venus is daarmee verbonden. En als we gaan kijken naar de kosmische energie, is op deze dag heel erg sterk voelbaar. Omdat de energetische sluier dunner is tussen het aardse en het kosmische deel. Ja, intuïtie zal dus versterkt zijn in deze periode. En zo kun je ook intensere dromen ontvangen, maar ook meer emoties ervaren. En dat kan dan in de positieve emoties zijn, dus van blijdschap. Maar het kan dus ook wel in de zin van verdriet zijn of boosheid. Laat het er gewoon zijn. Weet dat het met deze intense energie te maken heeft. Het is namelijk omdat dat je het gevoel hebt dat je hart meer open staat. Ook wordt er met deze Engelenpoort van 6-6 een activatie gedaan voor de Leeuwenpoort-energie die op 8 augustus plaats zal vinden. Want ook dat is een hele belangrijke poordag. Dat komt eigenlijk omdat het dan op de 8e dag in de 8e maand in het 8e jaar is. De activatie die dus met deze Engelenpoort of een engelenportaal geactiveerd gaat worden, zal dus nog meer intensiteit meebrengen als we door die 8-8 leeuwenpoort gaan. Deze 6-6 poort maakt dus al een opening in jouw energetisch veld om straks vanuit liefde door die leeuwenpoort heen te gaan en te verbeteren. Ook de intenties die je nu neerzet zullen daardoor ook nog krachtiger zijn als ze samen door die leeuwenpoort heen gaan. De Engelenpoort staat ook voor goddelijke activatie. Het is belangrijk dat de zaadjes die je plant voor de toekomst ook vanuit die hogere trillingsenergie zal zijn. Waarbij je dus ook nieuwe mogelijkheden kunt creëren. En ook dus over een tijdje kunt gaan oogsten om deze nieuwe wensen naar je toe te halen. Maar goed, genoeg gekletst. We gaan gelijk door met de kaarten. We gaan wat orakelkaarten trekken. Uit. Nou, zullen we eens even gaan kijken. We hebben visualiseer. Ik hoop dat jullie het zien. We krijgen vraag het je ziel. Wel apart, hè? Hier kaart 17, hier kaart 16. Dus ook maar net hoe ik ze natuurlijk neerleg nu, maar het is wel een oplopend element. Tussen twee werelden. We krijgen daarbij eenzaam. Oh. We krijgen wijsheid. Je hebt heel veel kennis in je zitten. Het wordt tijd om deze kennis te gaan delen. En we hebben vraaghulp. Zet je trots aan de kant en vraaghulp. Dan komt kom je makkelijker en met succes door deze fase heen. Okay. Even kijken, is het nu nog in beeld? Ik denk het wel. Okay. Zo gaat wel de komende tijd met deze Engelenpoort wat geactiveerd worden. Het kan dus zijn dat jij het gevoel hebt dat jij de enige bent in jouw omgeving die nu deze activaties te verwerken heeft of dit proces in aan het zetten is. Nu kan het ook zijn dat jij het gevoel hebt dat jouw oude jasje, jouw oude leventje gewoon
absoluut niet meer compatible is met jou, omdat alles in één keer aan het stromen en veranderen is. En dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat best wel eenzaam kan voelen. Maar weet dat je niet eenzaam hoeft te zijn, want in het spirituele stuk zijn er mensen en engelen en zielen om jou heen. Zielen die jij niet kent, maar ook dierbare overledenen die jou willen ondersteunen en er voor jou zijn als jij deze om hulp vraagt. Wat ik al zei, hè, je hebt veel kennis in je zitten. We hebben hier ook Vraag het je ziel. Je mag dus nog meer in contact gaan staan met jouw hogere zelf. Of jouw intuïtie of jouw onderbuikgevoel, hoe jij dit ook wil benoemen. En hoe jij ook die samenwerking met jouw systeem hebt. Want dat zal voor iedereen net weer wat anders zijn. Jij bent nou vanuit de ene fase over aan het stappen naar de andere. En voor mij voelt het al dat je meer in die nieuwe wereld al staat als dat je zelf intern voelt. Je staat dus al in de werkelijkheid eigenlijk al verdere stappen vooruit als dat jij innerlijk op dit moment omarmt. En dat is dus het stukje waar die eenzaamheid ook aan verbonden is. Dat jezelf misschien in een mindere staat neerzet als dat je eigenlijk mag staan. Je bent je wereldje kleiner aan het houden, terwijl het spirituele wereldje veel groter om je heen is. Dat is oneindig. Dat is gewoon een grotere energiestroom als waar jij nu je eigen inhoudt. Dus je mag groter gaan denken, je mag groter gaan creëren. En als je dit vanuit liefdevolle energie voor jezelf doet, kun je dus ook vernieuwing ingaan. Hoe mooi, we krijgen hier de 4 van zwaarden gecombineerd met de voel. Dat geeft aan dat je een bepaalde herstel bijna af mag wikkelen. En dus al verder bent in jouw proces als waar jij jezelf in ziet staan. Die wijsheden intern heb je al. Het is alleen dat je er nog niet volledig op durft te vertrouwen om dit ook door te pakken. Het kan spannend en eng zijn om een nieuwe stappen te gaan zetten. Een nieuwe richting te bepalen. Maar zolang jij trouw blijft aan jouw innerlijke gevoel, zul jij deze passie alleen maar voort kunnen zetten. En zul je ook sneller vooruit gaan. De snelheid is geactiveerd. Het is alleen aan jou waar je wel of niet aan vast blijft houden. Een bepaalde nostalgie zal jou ook weer inzichten geven op iets wat misschien eerst niet voor jou bestemd was en op dit moment wel naar je toe mag stromen. Dit kan zijn dat jij vroeger als kind misschien iets wenste of wilde creëren of een fantasie had, maar dat je dat niet kon verwezenlijken. Omdat dat in de realiteit door conditioneringen of gedachtepatronen van jezelf omlaag getrokken werd. Nu ga je op een punt komen dat je dit kunt gaan doorbreken. En dit voelt voor mij op zakelijk vlak dat jij een nieuwe richting uit kunt gaan zetten. Eentje waar jij, als je in deze fase van het leven vast blijft zitten, kost het jou veel meer energie. Terwijl de mogelijkheid hier ligt om naar die vernieuwing te gaan waarbij jij weer passie voelt voor het vak wat je voort mag zetten. En dit is iets wat eigenlijk vanuit jouw kindertijd al meespeelt, waar je passie voor had, maar waardoor eventueel je ouders of je opvoeders altijd is gezegd, ja, maar daar kun je geen droog brood in verdienen of wat dan ook, hè, want dat is een andere generatie geweest dan waar we nu mee te maken hebben. Volg vooral jouw innerlijke stem, volg vooral jouw gevoel daarin waar jij blij en gelukkig van wordt. En als jij het vlammetje weer op voelt borrelen, ga daar dan ook door. En hou daar dan ook aan vast. Blokkeer niet jouw kundalini-energie. Blokkeer niet jouw chakra. Jouw kundalini-energie stroomt echt door jouw hele lichaam. Hè? Vanuit jouw aardester tot jouw zielester zijn de chakras uitgelijnd of kunnen uitgelijnd staan. Als jij vast blijft houden aan ballast, wat niet voor jou bestemd is, wat losgemaakt kan worden. Eigenlijk in die negatieve wereld, hè, omdat dat lagere trillingsenergie bevat, kan dit ervoor zorgen dat je die blokkering krijgt. Ga je in die hoge trillingsenergie de keuzes maken en hou je vast aan die keuzes wat gekoppeld zit aan voorspoed en vooruitgang, dan kan die energie door blijven stromen en dan zal het vruchten af gaan werpen in de positieve zin. En dan kun je dus voor jezelf een nieuwe stabiliteit neer gaan zetten. Niet alleen op
werkgerelateerd vlak, maar ook in jouw privéleven. Dit kan dus ook te maken hebben dat er meer financiële middelen gaan komen om die stabiliteit neer te zetten, maar ook de energie en kracht om dit vol te blijven houden, waarbij angsten en spanning dus ontkoppeld wordt en waarbij jij dus ook het volledige vertrouwen hebt om hierop door te kunnen pakken. Want de mogelijkheden liggen er in ieder geval wel om iets nieuws te kunnen gaan creëren. Het is alleen aan jou hoe je dit vorm gaat geven en of dat jij er ook op blijft vertrouwen dat dit voor jou bestemd is. Het kan dus zijn dat je dus iemand misschien om hulp vraagt om inzichten te krijgen om iets verder door te pakken. Of als jij een omscholing wil gaan doen of een andere tak van werkzaamheden in wil gaan zetten. Dat je met mensen gaat praten die eventueel dit al ook eerder hebben voortgezet in hun dagelijkse leven, hoe hun dit hebben gecreëerd en die ombuiging hebben gemaakt van het oude leventje naar het nieuwe toe. En dan zul je ook merken dat die eenzaamheid van korte duur zal zijn en dat je ook meer al gaat connecten met gelijke stemden daarin. Maar we pakken er nog even een korte tijdlijn bij. Samenwerking komt dus toch naar voren. Wat ik al zei, kan het ook zijn dat je in contact komt met mensen die dus eerder deze stappen doorlopen hebben. Het kan ook zijn dat jij aan het overwegen bent om misschien een eigen productielijn op te gaan zetten of een eigen praktijk op te starten. Misschien een hele andere richting uit, hè? Maar waar jij wel dat ware geluk en jouw passie in uit kunt brengen, zodat je niet op een bepaalde automatische pilootstand aan het werk bent om financiële middelen naar je toe te halen, maar dat je dit ook echt doet omdat dit aan jou, het ligt gewoon in jouw hele energieveld. Je gaat ervan stralen, je gaat ervan bloeien, je gaat die creatieve intensiteit ook weer voelen en ervaren. En dit komt omdat dit al vanaf jeugd en jongs af aan in jouw systeem zit. En omdat dat dan ook verwezenlijk kan worden, volg jij gewoon je eigen zielspad en kun je dus ook dit visualiseren. Ben je nog niet zover dat je dit ook daadwerkelijk al op je pad hebt, dan kun je dit gaan visualiseren en kun je dit ook het universum in gaan zenden om vanuit jouw hartchakra te kunnen creëren. En het is een nieuwe stroming die je in gaat zetten, gewoon een heel nieuw pad wat ik hier zie liggen. Eentje waar je ja, toch wel af en toe moeite op zult hebben om je eigen hierin staande te houden. Maar dat voelt vooral door energie wat buitenaf naar jou geprojecteerd wordt. Van oh, zul je dit wel doen? Weet je het zeker? Ja, maar dit. Ja, maar dat. Intern voel jij zelf heel goed van ik trek dit. Dit is voor mij bestemd. Ik wil hierop doorpakken. Ik hou hiervan van dit soort werk. En ik ga dit ook verwezenlijken. En als je dat stukje voelt, dan kun jij de wereld aan en kun jij het creëren wat het hoogst haalbare is, wat mogelijk is. En je zult af en toe momenten hebben dat je zoiets hebt van oh, het is toch best veel geregeld. En dat je niet helemaal meer in jouw hartgevoel zit. En dat je weer even gaat overdenken van als die maartjes van anderen komen. Maar dit laat jij heel snel los. Want je weet, dit is niet voor mij bestemd. Ze mogen dingen naar mij projecteren. Dat is eerder in mijn leven gebeurd. Er zijn bepaalde conditioneringen daardoor hoog gehouden. Maar ik trap er niet meer in. Ik ga niet meer mee in die toxische energie. Dit is de energie van een ander. Die hoeft niet naar mij geprojecteerd te worden. En bam, jij zet er een grens in. Jij zet daar een muur tussen dat andere mensen jou niet meer omlaag kunnen trekken. En als het jouw eigen gedachten betreft die dit even omlaag trekken, dan zul jij heel snel in je kracht terug kunnen komen. Vooral als je jezelf daarop betrapt, kun je weer voelen van oké, nee, ik vraag het aan mijn ziel. Mijn ziel geeft antwoord. Ik zit op het juiste pad. Ik visualiseer weer het juiste mooie energiestroom. En bam, dit is weer voorbij. Dus dit kan wel even oppoppen. Of dat het nou jouw eigen energie is. Of de energie die een ander extern van jou naar jou projecteert. Je kunt het beide ontkoppelen. En je hebt alle kracht om dit ook te beëindigen. Bam, einde. Dit hoeft jouw leven niet te domineren. Dus we gaan eens even verder kijken in de positieve zin wat er nog naar voren mag komen bij de 6 van bekers, de 4 van munten en de koningin van munten. Dus er gaan behoorlijk wat nieuwe windrichtingen opwaaien voor de mensen. We krijgen gewoon bij de 6 van bekers weer de 6 van bekers.
Jouw zielspad ga jij volgen. Jouw zielsmissie ga jij ontdekken. En dit is in de volle glorie nou ook aan het ontwikkelen, waarbij jij zaadjes hebt geplant in een eerder stadium en nu ook geoogst kunnen worden. Langzamerhand zul jij de vruchten af kunnen werpen en zul je ook merken dat je beloond gaat worden voor al jouw inzet, voor de keuzes die je hebt gemaakt, voor de richtingen die je hebt bepaald. En vanuit daar zul jij die ruimte krijgen om dat eerlijke nieuw begin te kunnen maken. Onderkant dek krijgen we de Ridder van Staven. Hier hadden we al de... Even kijken waar... Oh, hier hadden we ook al de Ridder. Ik dacht de Page. Nee, het is ook de Ridder. Dus ze krijgen dubbele bevestigingen. Als jij maar in jouw eigen energiestroom blijft zitten, kun jij de wereld aan. Kun je op zakelijk vlak, maar ook persoonlijke vlak in de thuissituatie. Het voelt voor mij ook jouw woonomgeving en dat soort dingen. Wat daarmee gemoeid gaat. Kun jij in een hoger niveau neer gaan zetten, omdat dat gekoppeld zit aan een mooie zielspad waar jij hier op tafel hebt liggen. Dus mocht dit jouw tijdlijn zijn, grijp deze dan ook met beide handen aan. Heb je even een moment dat je in die negatieve tijd wordt getrokken, laat het gewoon los. Het is dan even niet anders. Jij mag dit dan ook omarmen en ontkoppelen. Vooral als het je eigen gedachten zijn. Wees niet boos op jezelf. Trek je energie niet omlaag omdat je misschien even negatief ergens tegenaan kijkt of weer in je hoofd zit. Dat is gewoon menselijk. We blijven gewoon mensen. We kunnen niet alleen maar met het spirituele stukje bezig zijn. Maar de clue zit er maar in om bepaalde gedachtenpatronen als deze negatief zijn, weten te leren om te buigen, zodat dit weer naar het positieve gaat. Zodat jij het voordeel ermee kunt doen en je les eruit weet te halen. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje voor deze 6-6 Engelenpoort. En dan hoop ik dat er ook vandaag weer mooie boodschappen naar jullie toe zijn gekomen. Ik maak van mijn eigen geluk een prioriteit. De rest volgt vanzelf. Nou, bam. Dit is toch een mooie kers op de taart voor deze hele reading. Lieve mensen, laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw tijdlijn is. Doe er je voordeel mee, vooral omdat deze energie ook gekoppeld zit aan de Leeuwenpoort van 8 augustus. En ik wens jullie een hele mooie dag toe en tot de volgende video. Doei!